in deze aflevering van Hardware Info TV, de LG G-Pad 8.3. Welkom bij Hardware Info TV. Er komen steeds meer interessante tablets met een prijskaartje onder de 300 euro. Een van de nieuwe is de LG G-Pad 8.3, waarbij 8.3 natuurlijk staat voor 8,3 inch. Hier staat die Android tablet, 8,3 inch dus. En wat mij eigenlijk meteen opvalt, het ding ziet er gewoon prima uit. Ja, het is echt een mooie tablet. We zagen hem voor het eerst op de IFA en dat was echt van wauw, wat ziet dit er goed uit. Ik bedoel, met alle respect voor LG. Maar een mooie metalen behuizing, aluminium afwerking. De bouwkwaliteit voelt, voor zover wij dat kunnen beoordelen, gewoon echt goed aan. En dat is niet bij alle LG-telefoons in het verleden bijvoorbeeld zo geweest. Maar dit is echt een apparaat wat er gewoon, ja, en ook het scherm, want laten we het daar maar meteen over hebben. Full HD scherm op 8,3 inch met gewoon goede beeldkwaliteit. De piekhelderheid is niet zo onwijs hoog als bij sommige andere schermen, wat als je hem buiten gebruikt een minpuntje is, maar voor binnenshuis ruim voldoende. Ja. En Snapdragon... Maar contrast, kleurechtheid, kijkhoek vooral ook, gewoon allemaal tiptop in orde. Ja, echt een heel mooi scherm gewoon. En er zit een Snapdragon 600 processor in op 1,7 gigahertz, dus hij is ook lekker vlot. Ja. Dus eigenlijk allround alle ingrediënten om een hele goede tablet te zijn, die zijn er gewoon. Ja, nou, we hebben hem hier liggen naast de nieuwe Nexus 7, de 2013 editie. Eigenlijk is dat op dit moment een beetje de benchmark van de betaalbare Android-tablets. Dus precies. Als je zeg maar in die markt zeg maar een toontje mee wil blazen, dan moet je toch echt wel iets te bieden hebben ten opzichte van die Nexus 7. Ja, nou, wat hij te bieden heeft is natuurlijk duidelijk. Hij heeft een iets groter scherm sowieso. Hij heeft ook een snellere processor, want hier zit ook een quad-core Qualcomm-processor in. Hier heet het Snapdragon S4, omdat hij op 1,5 gigahertz draait. Dit is 1,7 gigahertz variant, feitelijk voor de rest hetzelfde. Ja. Het grote verschil is... Er zijn een aantal verschillen voor de rest. De Nexus 7 zoals die hier ligt kost zo'n 230 euro ongeveer en heeft dan 32 gigabyte geheugen aan boord. Ja. De LG G-Pad kost zo'n 290 euro, dus is 50, 60 euro duurder afhankelijk van waar je hem koopt. En heeft maar 16 giga aan boord, maar heeft als voordeel voordat je er wel nog micro SD geheugen in kan stoppen. En we weten allemaal dat kost niet veel, dus dat is wel echt een voordeel wat mij betreft, want dat kan in de Nexus 7 dus niet. Ja, en sowieso kun je ook wel zeggen, het scherm is dan misschien maar 1,3 inch groter, maar eigenlijk ziet al meteen, het is echt wel gewoon echt een significant verschil. En toch ook wel gewoon in werking toch ook wel prettiger. Het is, je hebt niet direct zo'n groot... Ja, log apparaat zou ik bijna willen zeggen als de vele 10-inch tablets, maar gewoon in gebruik toch wel door dat grote scherm toch net even prettiger. Ja, het ligt eraan voor wat. Ik bedoel, dus zo'n 7-inch zijn heel mensen vinden een 7-inch prettig, omdat inderdaad het is veel kleiner en makkelijker in de hand te houden dan een 10-inch. Ja. Zo ja, wil je echt bijvoorbeeld gaan typen, ben ik met je eens, is gewoon net iets te klein. Ja. 8,3 zit daar weer mooi tussenin. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig tablets in alle maten zo'n beetje die je kan bedenken. En ik vind die 8,3 inch wel een prettig formaatje. Ja. Het gewicht is ook laag. Hij weegt zo'n 340 gram, dus daar is helemaal niks mis mee. Dus ook als je hem langdurig in de hand houdt, wordt hij niet te zwaar. Ja. Hij is ook lekker dun. Ja, ik vind het inderdaad ook wel een prettig formaat. Ja, wat dat betreft, hij is nog net klein genoeg om hem ook gewoon zeg maar zo vast te houden dat je met twee duimen kunt bedienen. Precies. Wat je natuurlijk met een 10-inch tablet, ja, er zijn mensen die het doen, maar eigenlijk is dat onmogelijk. Nee. En het is wel, ik moet wel zeggen, kijk, zo'n 7 inch kan je nog in je binnenzak stoppen om makkelijker mee te nemen. Dat is bij zo'n 8,3 inch wel echt lastig. Je moet echt een hele grote binnenzak hebben. En dit is eigenlijk meer een apparaat wat je als je meeneemt in een tas meeneemt. Terwijl deze zou je nog gewoon in je jaszak kunnen stoppen. Ja, als we dat verschil tussen de G-Pad en de Nexus even verder uitwerken. Wat ons sowieso ook opvalt is dat de werktijd op de accu bij LG echt een stuk beter is. Ja, dan moeten we wel zeggen dat we de Nexus hebben we getest met de accuduur toen die net uit was. Dus met een softwaregeneratie die eerder was als wat nu op de LG staat. Maar het is inderdaad een verschil van bijna 100%. Dus deze doet het ruim 7 uur bij onze zware test. Terwijl deze komt dus ongeveer op de helft daarvan uit. En onze zware test, voor de duidelijkheid nogmaals, dat is gebaseerd op een SunSpider JavaScript benchmark, maar in feite betekent dat gewoon de processor gewoon constant 100% in gebruik is. Opvallend was trouwens wel dat we zagen wat wij onze lichte test noemen, dus waarbij we video decoden, dus de meeste tablets en smartphones doen daar aanzienlijk langer dan in die SunSpider test, daar doet die tablet het juist weer wat minder lang. Ja. Nog altijd wel langer dan wat we bij de Nexus 7 zagen, maar het is een beetje een aparte feature van dit apparaat. Maar dan hebben we natuurlijk altijd al snel over de Amsterdam-San Francisco-test. Halen we dat in het vliegtuig qua video kijken? Nou, dat zit ook zo net onder de 7 uur. Dus ja, naar San Francisco gaat hij niet halen. Maar New York lukt wel. New York moet net lukken. All right. Hij kost dus zo'n 290 euro, zit daar net onder de 300 euro. Het is wel een marktsegment waar het wel redelijk druk begint te worden met alles van Google zelf, wat Asus natuurlijk nog heeft, LG nu
De vraag is natuurlijk, wat is op dat prijssegment op dit moment de beste keuze? Ja, ik bedoel, 8,3 inch daar is het nog niet zo heel erg druk. Het prijssegment is wel vrij druk, daar, daar ben ik het mee eens. Maar 8,3 inch, is, je moet met name naar het formaat kijken wat dit apparaat anders maakt. De prestaties zijn heel erg goed. Met eerdere softwareversie was die nog wel een beetje hikkerig af en toe. Dat heeft LG gelukkig opgelost. Dus wat mij betreft zijn er heel weinig nadelen aan dit product te noemen. Tenzij je die niet zo hele hoge helderheid echt als een struikelblok ziet. Nou, dat zie ik persoonlijk niet. Dus ik vind het echt een heel interessant product op het prijspunt net onder de 300 euro. Maar het is dus wel, de vraag is, wat wil je? Wil je echt een heel compact tabletje? Ja, dan kan je beter voor een 7 inch gaan. Vind je 7 inch net te klein en een 10 inch net te groot, dan is dit een mooie tussenmaat wat mij betreft. Goed, duidelijke conclusie. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van Hard Info TV. Reacties zijn altijd welkom. Zet ze of op YouTube of direct op de site onder de video. En wij spreken je graag snel weer op maandag, woensdag of vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ook waar de warmte aan de achterkant eruit wordt geblazen, zie je dat er dan heel veel warmte ontstaat. Ja, en zo zijn er meer dingen. We hebben ook nog geëxperimenteerd met een PC-systeem. Ja, ja het is natuurlijk leuk om te zien, maar het is met name handig als je problemen hebt. Op het moment dat een systeem bijvoorbeeld instabiel is en je hebt geen idee waardoor het komt. Ja. Hetzelfde met je notebook, die wordt heel erg warm en het is niet duidelijk hoe dat ontstaat.